Meester Gijsbert legde in zijn les over molens in Nederland aan zijn leerlingen van groep 5-6 precies uit hoe een molen werkt. Hij maakte bij gebruik van een PowerPoint om zijn verhaal te ondersteunen. Hij leest de tekst van zijn PowerPoint letterlijk voor totdat alle 31 slides zijn afgelopen. Na 3 kwartier is meester Gijsbert klaar met zijn verhaal, maar de meeste leerlingen waren na 5 minuten al afgehaakt. Het goed gebruik van multimedia wordt uitgelegd in de cognitieve multimedia-theorie van Richard Mayer uit 1998. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar effectieve instructie om het leerrendement van studenten te verhogen en om hen in staat te stellen om een transfer te maken van de theorie en hun eigen praktijksituatie. In het kort komt het erop neer dat studenten beter leren door een combinatie van relevante afbeeldingen met gesproken tekst dan door alleen geschreven tekst. De cognitieve multimedia-theorie bouwt verder op 2 andere theorieën, de cognitive load theory en de dual code theory. De cognitive load theory van John Sweller uit 1988 beschrijft hoe de verschillende geheugenfuncties worden belast tijdens het leren. Het menselijk geheugen bestaat uit 3 elementen. Informatie komt binnen via het zintuigelijk geheugen, wordt daar gecodeerd en vervolgens verder verwerkt in het werkgeheugen, ook wel korte termijn geheugen genoemd. De capaciteit van het werkgeheugen is echter beperkt en heeft slechts ruimte voor ongeveer 7 elementen. Als er dus nieuwe informatie bijkomt, kan oude informatie verloren gaan, tenzij dit goed wordt opgeslagen in het lange termijn geheugen, waarvan de opslagcapaciteit ongelimiteerd is. Volgens de cognitive load theory zijn mensen beter in staat om te leren wanneer de cognitieve belasting op het werkgeheugen minimaal is. De dual code theory van Alan Pivio uit 1971 houdt in dat alle informatie visueel of verbaal gerepresenteerd wordt, bijvoorbeeld het concept olifant. Dit concept kan dus worden weergegeven ofwel door een plaatje, visueel, ofwel door een gesproken woord, verbaal. Olifant. De visuele en verbale informatie wordt in aparte kanalen van het werkgeheugen verwerkt. En beide coderingen kunnen worden gebruikt om informatie te herinneren. Kortom, door deze 2 processen te combineren kun je informatie beter onthouden. In zijn cognitieve multimedia-theorie brengt Mayer deze 2 theorieën met elkaar samen en verbindt punten van het cognitivisme met het gebruik van ICT. Mayer beschrijft vele effectieve multimedia-principes om te voorkomen dat het werkgeheugen overbelast raakt. En bij het maken of het ontwerpen van leermaterialen zijn de volgende principes van belang. 1. Meervoudige representaties. Gebruik zowel woorden als afbeeldingen. 2. Contiguïteit. Presenteer de woorden en de afbeeldingen nabij elkaar en tegelijkertijd. 3. Coherentie. Gebruik geen ongerelateerd materiaal. Dat leidt alleen maar af. 4. Modaliteit. Presenteer woorden liever auditief dan als geschreven tekst. 5. Redundantie. Gesproken tekst behoeft geen geschreven tekst meer. En 6. Segmentatie. Splits informatie zoveel mogelijk op in betekenisvolle delen. Wanneer leermaterialen volgens deze principes worden gemaakt, houden zij rekening met de mogelijkheden en beperkingen van het werkgeheugen en kan de informatie zo goed mogelijk worden verwerkt om opgeslagen te worden in het lange termijn geheugen. Het leerrendement en de transfer zal hierdoor zo goed mogelijk zijn. En zo, mits goed gebruikt, zijn multimedia een vorm van ICT om het leren te verrijken. Meester Gijsbert toont op het digibord een aantal video's en simulaties over de werking van een molen. Hij maakt hierbij gebruik van educatieve video's van SchoolTV, waarbij de gesproken tekst en de beelden elkaar versterken. We gaan nu kruien, hè? Ja. Wat is dat precies? Wat je eigenlijk doet met kruien, ja? Dat is de kap van de molen, de bovenkant van de molen, naar de wind toe draaien. Ah, oké, want de wieken van de molen moeten altijd pal op de wind staan, hè? Die moeten naar de wind staan, ja. En als we dan verder draaien en hij staat op de wind, ja, dan kunnen de wieken gaan draaien.